En daar komen Jozef en Maria. Kom maar, Jozef en Maria. En dan ga ik vertellen, want wie is dan die Maria en wie is dan die Jozef? Ze hebben een boodschap gekregen. Alle twee van het engel. En aan Maria is verteld, Maria, je zult een kindje krijgen. Een kleine baby. Een kindje van God. Ach, Maria schrikt er een beetje van, maar ze is ook blij. En ze zegt, dat moet ik mijn man maar gaan vertellen. En dat is Jozef. En Jozef zegt, een kindje? Nou ja, dat is eigenlijk wel erg leuk. En Jozef is een timmerman. Hij gaat een mooie wieg timmeren. En Maria maakt er mooie kleertjes bij voor de baby en een leuk dekentje. En ze maakt het kamertje natuurlijk ook heel mooi, want dat doe je als een baby geboren wordt. Maar nou, moeten ze gaan reizen, helemaal van Nazareth naar Bethlehem, omdat dat moet van de keizer. Nou, daar gaan we van zingen. Nee, daar gaan jullie van zingen. Kom maar. Jozef en Maria, kom maar. Dat ze er helemaal geen zin in hebben. Ze gaan naar hun huis even terug. En ze gaan er eens diep over nadenken. En blij zijn ze niet. Zonde van die mooie babykamer. En die prachtige wieg. Maar kijk. Daar en de babykleren. Ja. Daar komen de hondjes. De hondjes uit de straat. Ik weet wel hoe met Ze zijn een club. Het is gewoon een club met de rode sjaaltjes op. De rode hondenclub. En jij hebt wat gehoord van de boodschapper. Oké, kom maar zeggen. Wacht, wacht. Ik heb groot nieuws. Wat is er dan? Alle mensen moeten een naam schrijven in dikke boeken. Wij ook. Ik kan mijn naam niet schrijven. Nee, wij hoeven niet. Oh, gelukkig. Ik kan wel dansen. Ik kom. Wacht je aan, hè? Ja. Thank you.
kindjes. Wat hebben ze goed gedanst? Ja. Maar dan, Jozef en Maria moeten nu op reis gaan. En kijk eens, Maria heeft een mandje bij zich. Past daar die mooie wieg in? Nee. Passen daar alle kleertjes in? Nee. Ze kunnen niet zoveel meenemen. Ze zijn arm. Ze hebben geen ezel. En toen Jozef en Maria leefden, toen waren er geen vliegtuigen, geen auto's. Dus wat moeten jullie gaan doen? Jullie moeten gaan? Lopen. Nee, ze moeten gaan lopen. En luister maar, daar komt de muziek. Nee, ook niet een helikopter. Dat klopt. Komt de muziek van de keizer. En dan gaan jullie naar van Nazareth naar Bethlehem. Het is meester Wim, de muziek. Ga je luisteren naar de kijkers.